We gaan misschien met ons eerste onderwerp van wat spreken, dat is waar halen we de inspiratie? Waarom moet dat nu zo? Waarom zegt Roel Vermeijen dat? Ik ga mijn planning even omgooien, ik had gepland om met jou te beginnen, maar ik ga nu eerst even met Joris beginnen, omdat de topman van VK zegt, wij hebben de mosterd eigenlijk in Nederland gehaald. En daar zijn we ook al een tijdje over aan het praten, over dat Nederlands model. Ja, het Nederlands model is vooral gebaseerd op de conditiestaatmeting van zo'n gebouw. En we moeten toegeven, in Vlaanderen zeker zijn heel wat appartementsgebouwen ver boven hun leeftijd, of zeker eigenlijk al pensioengerechtigd. En niet voor niks komt natuurlijk ook het VK nu met een EPC gemeenschappelijke delen als wettelijk instrument om iedereen te gaan inspireren rond, kijk eens, dat is de toestand van uw gebouw, dit is uw planning die dat eruit kan komen, of begin al eens na te denken, want tegen 2050 zouden we toch graag hebben dat die energiedoelstellingen worden behaald. En het is inderdaad een uitgelezen opstap, en zoals u zegt, Werner, het is natuurlijk een wettelijk verplicht document, maar steek het alsjeblieft niet in de schuif. Het gaat echt moeten gaan inspireren, zeggen, we nemen dat op, het is een goede basis, we moeten het toch hebben, maar we gaan eventueel nog bijkomende zaken daarbij uitvoeren. Ik denk een nazicht naar de Vlaamse woonkode. Ja, dat was ook sprake van trouwens. Dus voilà, dat is heel mooi gezien, want dat heeft heel wat impact op die gemeenschappelijke delen. En dan ook eens kijken naar de conditie van dat gebouw. Waar zien we op zich al om te beginnen visueel zaken waar we van zeggen, dit is toch wel, dit onderdeel heeft ver zijn leeftijd bereikt. Ik kan eigenlijk zijn functie niet meer volgen. Maar het is een voorbeeld uit Nederland. Ik heb het denk ik 10 jaar geleden bestudeerd en ook een aantal pilootprojecten meegedaan. Maar dan zien we ook wel dat die Nederlandse mentaliteit ook totaal anders is dan de Belgische. Mijn conclusie van de studie was, lange termijn onderhoud of onderhoud van gebouwen in het algemeen, in Nederland wordt dat georganiseerd, in Vlaanderen wordt dat gearrangeerd. Ja, maar ook de structuur staan ze in elkaar. Ja. Ik weet dat we grote woningcorporaties natuurlijk, die zeggen, kijk, we gaan het nu globaal aanpakken. Hier zitten we met de syndicus als een heel belangrijke figuur die een aantal gebouwen beheert en waar telkens die individuele algemene vergadering moet gaan beslissen, wat gaan we nu doen? En een belangrijke figuur is de syndicus daarin om ook als inspirator daar zijn werk te doen. Ja. Een tweede element dat ik op tafel wil leggen daarbij is, ja, die NEN 2767 is een heel formeel strak gegeven, waar je dan weer experten nodig hebt, deskundigen, om die vaststellingen te doen. We gaan die nooit hebben binnen de eerstkomende 10 jaar. Dat is misschien een rol die voor syndici ook kan weggelegd zijn, of waar zij een rol kunnen inspelen. Ook die NEN is gekoppeld aan bijvoorbeeld softwareverwerking. En dan ook vooral, in Nederland maakt men wel eens planning over de komende 30 jaar. Dat zie ik hier toch niet gebeuren. Is er een realistisch model daarvan te maken? Wel, ik denk het wel. Soms zeggen we ook wel dat de NEN 2767 wat te detailistisch is. En we hebben dat alles wat beproefd ook in de sector van de privatieve wereld met de syndici en met de privéappartementsgebouw. En dan zegt men dat is veel te veel in detail. We kunnen dat ook niet goed verkopen aan de mensen. Ja. Kwestie van, dat moet begrijpbaar zijn. Maar een soort van light versie, die is eigenlijk wel te smaken. Ja. En voor een stuk moet ik teruggrijpen naar die Vlaamse Codex Wonen met het nieuwe technisch verslag van het begin van dit jaar. Daar zit eigenlijk een gradatie van bijvoorbeeld in de vochtproblematiek of stabiliteitsproblemen. Komen daar aan bod, ook in de algemene delen, die eigenlijk ook gradueel al kunnen aangegeven worden van, oké, dit is een gebrek. Dit is een heel ernstig gebrek of het is een super ernstig gebrek. En naar lang dat soort gebrek dat uit die wetgeving komt, kunnen we dan ook bepaalde acties gaan uitvoeren om te zeggen, kijk, we willen dit voor zijn als we beginnende problemen zien aan een gebouw, hoe kunnen we die gaan voorkomen? Ja. En dat is eigenlijk ideaal dat zelfs een klein beetje langs de wetgeving toch al wat mee ingegeven wordt. Desalniettemin, ja, het is ook altijd beperkt, die wetgeving. Dus het oog van een expert ter plaatse doet wel veel meer. Zij kennen die gebouwen, ze gaan overal die inspecties doen. En om op die manier ook een goede analyse te maken van, nou ja, we hebben in zo'n soort gebouw als dat soort probleem gezien, of dit probleem, we zien hier dat het ernstig gaan worden, tijd voor te schakelen. Ja,